Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 27 hier in Canada. Heb jij aflevering 26 in Monaco gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze gaat zien. Dat kan recht boven het i'tje, klik erop en dan zie jij die video verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode video's. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Reageer wat er verbeterd kan of moet worden op deze video. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving van Instagram, Twitter en Facebook. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Canada. We zijn dus aangekomen in Canada voor de kwalificatie. Q1 op dit moment, maar ik verwacht toch wel dat we door kunnen komen naar Q2. Lando Norris zet een 1-9-1 neer. Maar ik denk dat wij dat wel gaan verbeteren en verbreken. Track limits waarschuwing, maar dat geeft helemaal niks. En het is op dit moment een P2 op 14e van Lewis Hamilton. Dat is in ieder geval goed om door te kunnen komen naar Q2. En wij gaan dus kijken of deze run goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q3. En dat we de wedstrijd op medium banden kunnen starten. Daar gaan we dan en kijken wat het gaat worden of wij door kunnen komen naar Q3. We maken een klein foutje, schoten daar een klein beetje door. Hopelijk dat dat ons niet te veel af het geleden. Lewis Hamilton zet een 1.85 neer. We snijden weer die bocht een klein beetje af, maar het is helemaal niet erg. Verstappen een 1.84 en wij een 7.8. Een 1.78. Dat is heel snel. En dan zijn we aangekomen bij het laatste deel van de kwalificatie. Momentje overstuur op de exit van de Wall of Champions, maar het is geen probleem. Waar staan wij zo meteen? Wordt het de pole position in Canada? Het zou heel vet zijn. We zijn er weer die bocht af, maar we krijgen gewoon een waarschuwing ervoor. Dus dat boeit ons helemaal niks. Het is op dit moment de pole met een 1.73. Gasly naar 2. De uitslag, wij pakken dus pole op een halve seconde van Lewis Hamilton. En kijk eens aan, Gasly naar 3. Heel knap van de Fransman. En Russell stelt helaas teleur met een P7. En dit kan ons goed doen in het klassement. Maar eerst de wedstrijd. We starten dus vanaf pole position in de grote prijs van Canada op de mediumband. Geen regen verwacht, dus dat is allemaal heel goed. Hopelijk kunnen wij een overwinning pakken. Onze tweede van seizoen 3. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 27. Welcome to the Isle Notre Dame once again for what promises to be another incredible Canadian Grand Prix at a fiercely competitive circuit, where pole position can often be decided by less than a tenth of a second. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's start with Racing Point. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen.
Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Gasly, Bottas, Alexander Albon, and Verstappen, Russell, Perez, Leclerc, and Daniel Kvyat, Stroll, Sainz, Daniel Ricciardo, and Norris, Giovinazzi, Vettel, Nobuharu Matsushita, and Nicholas Latifi. Ocon, De Vries, Grosjean, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down. We zijn aangekomen op de grid. Medium, soft, medium is de strategie. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 27 hier in Canada. We starten vanaf pole position. Naast ons Lewis Hamilton. Daarachter Pierre Gasly. En we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. En Bottas heeft dan gelijk Pierre Gasly te grazen genomen. Gasly heeft dus een plekje verloren bij de start. Maar Gasly vecht terug. Dat zie ik graag. Die gaan elkaar dus ophouden. En Lewis Hamilton en mijzelf gaan dus van hun wegrijden. Als het zo hoort te zijn. Hopelijk. Maar de start overleeft en nu kunnen we ons gewoon opmaken voor de rest van de wedstrijd. We moeten wel oppassen, want Lewis Hamilton zijn auto is gewoon sneller dan die van ons. En hij gaat ons onder druk zetten. Het gat naar Bottas is al ongeveer een seconde. Hamilton valt daar aan, maar wij deden een verdedigingsmanoeuvre. Hij kon er niet voorbij. Maar de druk staat er in ieder geval al volop. Ronde nummer 2. En Hamilton kijkt daar weer op datzelfde punt. Maar kan er weer niet voorbij. Paars in sector 1. Groen in sector 2. De snelste raceronde is nu een 1.16.3. Als ik dat goed zeg. Nee, het is een 1.15.3. Mijn fout. En wat rijden we dan zo meteen? Een 1.12.2. Dat was de snelste lap van de race so far. 4 seconden sneller dan onze vorige beste tijd. Dus dat is heel goed. Ronde nummer 6 inmiddels. Rood in sector 1. We schieten een klein beetje door. Komt toch onderstuur in de auto. En Lewis Hamilton zit te kijken. Wij verdedigen gewoon goed. Op dit moment. Maar daar zit Lewis dan. Hij raakt ons achterwiel. En wij remmen diep naar de Brit in. Iets te diep. En Hamilton heeft die leiding veroverd. Hij moet er zo meteen terug knokken. Of nu al, dat kan ook al. Hamilton heeft wel DRS. Wij dus niet. Neem hier een kortere lijn. En dan zetten we hem er hiernaast. Als dat kan. Dat kan en we remmen gewoon Hamilton uit, duwen hem hier wijd en hij kan nergens naartoe. Mooi. De leiding weer heroverd van Lewis Hamilton. Dus dat ziet er heel goed uit. Zitten we een klein beetje door, gaat dat ons de kop kosten hier met dat DRS gedeelte. Nee. En Hamilton kan hier niet aanvallen. Dat is heel goed. Mooi om te zien. Ronde nummer 8 is het. We schieten weer wat door. Maar deze keer kan Lewis niet aanvallen. Dat is heel goed. Ook heel fijn. 1/4 is het verschil. Dat is nu 1/10. Hamilton kijkt naar die buitenkant. Is er nog niet voorbij. En valt die Bottas duikt naar binnen. Ook Max Verstappen duikt naar binnen. En Gasly blijft buiten. Bottas naar die medium band. Waar wij dus nu op rijden. En we komen
naar binnen in ronde nummer 11 voor onze eerste pitstop. Dat wordt de softbanden. Hamilton duikt met ons mee. Goede pitstop. En we komen gewoon voor Lewis Hamilton de baan op. Sorry. Hamilton is niet naar binnen geweest. Ik dacht van wel, maar blijkbaar niet. Lewis Hamilton rijdt gewoon nog op die medium band. Dat had ik helemaal niet verwacht. Dus Hamilton gaat nu voor die overcut. Maar dat werkt sowieso niet. Kijk, maar dat gat is gewoon 15,4 seconden. Je hebt minimaal 20 seconden nodig om veilig te zijn, ongeveer. Dus hij gaat die leiding uit handen geven aan Lance Stroll. Die nu nog op P2 rijdt, maar zometeen denk ik naar P1 gaat. Alhoewel, we zitten er gewoon dicht achterop. Overtakenknop ingeschakeld. Stroll gaat hier in één keer heel moeilijk doen om die P2 gewoon vast te houden. Doe dat nou niet, jongen. Zo verlies je alleen maar kostbare tijd en Lewis Hamilton is dus nu wel officieel naar binnen gedoken. Maakt het met een foutje namelijk, dus excuseer daarvoor. En Hamilton gaat ook naar die softbanden. En komt denk ik achter dat groepje terecht van Lando Norris. Als ik dat goed zeg. Hij kwam er dus voor en heeft Lance Stroll inmiddels ingehaald. Wij zetten de snelste raceronde met een 1.10.5. Gat naar Lewis Hamilton is 2,8 seconden al lekker groot in ronde nummer 14. Ronde nummer 15. En Lewis Hamilton pakt dat snelste raceronde van ons af met een 1.10.4. Een tiende sneller gegaan dan onszelf. Dus we moeten er gewoon, ja, voor stampen is het. Voor dat snelste raceronde. We moeten nog wel een keer naar binnen met nog 20 ronden te gaan in de wedstrijd. De vraag is alleen wanneer. Ronde nummer 18 inmiddels. We maken een klein foutje. En Lewis Hamilton ziet dat. Daar valt Lewis dan ook aan voor de leiding in de wedstrijd. Maar wij remmen wat later dan de Brit. Houden hem mooi buitenom en Hamilton kan er niet voorbij. Dat is heel goed. Overtakenknop ingeschakeld. En Hamilton kan er niet naartoe rijden. Dat is heel goed om te zien. Gat is 17 ongeveer. Nu inmiddels 18. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. The pit window is open. Pit window currently open. 15 laps. Ronde nummer 21 is het. Nog 14 ronden te gaan. Exclusief deze ronde. Okay, we can take this lap. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. Voor de medium banden. Gaat Hamilton door? Nee, dit keer gaat Hamilton niet door. Duikt ook met mij mee naar binnen voor zijn laatste pitstop. Hij gaat ook naar de medium banden. Go, go, go. 2,1, goede pitstop. En we komen achter Gasly de baan op. Ja, net achter Gasly. En Hamilton heeft mazzel, want hij heeft Kvyat net gepasseerd. Dus dat is een voordeeltje voor hem. Wanneer kunnen wij Gasly gaan aanvallen voor die P3 in de wedstrijd? Kan dat hier al? Dat kan hier al! Aan de binnenkant. Heel mooi gedaan. En P3 is van ons. Volgens mij moeten Gasly, Bottas en Albon nog een keer naar binnen voor een laatste pitstop. Laatste pitstop. De vraag is alleen wanneer. Ik denk deze ronde. En gaan die dan naar de softbanden of naar de mediums? Volgens mij naar de mediums, als ik dat goed zeg.
zijn naar binnen gedoken. Bottas en Albon. En ook Gasly duikt naar binnen. Ronde nummer 23 is het inmiddels. Het is daar geel. Er was iets gebeurd, maar ik weet niet wat. Het is ronde nummer 30. We gaan ronde nummer 31 alweer in. Dan nog 4 ronden te gaan. En dan zit de wedstrijd er alweer op. Lewis Hamilton zit er dit keer echt voor te kijken. Wij kruisen naar zijn lijn toe. Raken de Brit. En Lewis Hamilton heeft een volvleugel kapot gereden. Moet dus nog een keer naar binnen. En dat gaat hem heel veel tijd kosten. Want hij is nu al 1,3 seconden. 1,4 seconden zelfs. 1,5 seconden. Jezus Christus. Hij verliest heel veel tijd. En het kan hem extra pijn gaan doen. Want de Brit verliest gewoon downforce. Twee seconden is het inmiddels naar Lewis Hamilton. Dus dat beloof ik wel. Hij moet dus nog een keer naar binnen. Ik denk dat hij dat zo meteen gaat doen. Dan gaan wij ronde nummer 32 alweer in. Hamilton duikt naar binnen voor een nieuwe neus en valt heel ver terug. En die gaat volgens mij naar de softbanden. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Hamilton naar de soft. Laatste ronde loopt inmiddels van de grote prijs van Canada. De wedstrijd is heel snel gegaan. We hadden een probleem met Lewis Hamilton, daar klokten we wat mee. Maar voor de rest een prima wedstrijd. Groen in sector 1, groen in sector 2. We snijden gewoon die bocht af. Pakken dus een 3 seconden tijdstraf, maar dat geeft niks. Wij winnen dus alsnog de grote prijs van Canada. Met ons opmaken voor de grote prijs van Oostenrijk. A truly magnificent drive then, and a great performance from the entire team to secure victory here in Canada. So Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. De uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Canada. We pakken ook snel het resultaat punt. Valt Bottas naar P2. Max Verstappen pakt het podium. Het laatste podium dus van de grote prijs van Canada. Russell naar P5. En Hamilton toch nog naar die P8. Verstappen krijgt Driver of the Day. Oké, we pakken Max in het klassement. En Bottas is ook binnen handbereik voor P3 in het WK. Constructeurs nog steeds P3 in het constructeurskampioenschap. Dat is heel goed. En ja, dit was dus de aflevering mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Oostenrijk.